Maar we gaan eens even kijken naar die ronde van Joost Luiten. Verdedigend kampioen. Ging uit in min 1. Had net een bogey gemaakt op de eerste. En hier zijn we op de derde. Zijn 12e. Caddy durft nauwelijks te kijken. Birdie. 1 onder. Op dat moment ging Staal aan de leiding op min 5. Twee parretjes op 4 en 5. Vervolgens op 6. Drive tot hier, net voor de green. Een hele mooie put van buiten de green. Niet altijd makkelijk als je over zoveel fairway moet. Nou, voor Joost, die kwam gewoon lekker in zijn spel. Begon zich thuis te voelen. Want kijk maar eens wat er op 7 gebeurde. Tweede slag tot hier. Ach, we zullen eens even put demonstratie geven. Eagle, waarom niet? Kan erbij. Huppatee. Mooie eagle op de 7e. En dan raakt Joost echt in zijn element. Want op de 8e kannen en kruiken. In Nederland hebben we daar een heel mooi woord voor. Maar we zullen maar even zeggen. Toppie. Birdie, eagle, birdie. Het leek allemaal zo simpel. De tweede slag net iets te kort op 9. Gelukkig net op de green gebleven. En dan die put zo enorm veel op heel. Ver genoeg. Jiménez had laten zien hoe langzaam het was. De heuvel op. Hele mooie eerste ronde van Luiten. Tekent voor een 65. Op dit moment co-leader samen met Jack Doherty. Er was heel lang naar uitgekeken, veel over gepraat. En dan begin je met zo'n ronde. Dat moet een onwijs een kick geven. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, daar hoop je voor. Ja, goed, en dat het dan ook gebeurt is een bonus. En de eerste dag is altijd lastig. Je kan het wel verliezen de eerste dag en je kan het nog niet winnen. Dus dit is dan een lekkere opening. En weet je, ik trek de lijn van Italië. Mijn laatste toernooi trek ik hier door. En dat is goed om te zien. Dat geeft vertrouwen. Ja, wat was de key factor, zeg maar, vandaag? Geen grote fouten. Een paar ballen die niet helemaal 100% waren, die waren nog steeds in het spel. En dat is wat je op deze baan moet doen. Je moet de bal in het spel houden, geduldig blijven en af en toe je kansen benutten. En dat heb ik vandaag goed gedaan. Ja, en ineens ook een soort flow, denk ik dan, vanaf 6? Ja, je weet ook vanaf 6 wisten we dat we downwind gingen spelen. En dan weet je ook dat daar je kansen, een par 5 die downwind speelt en een korte par 4, 6 en 7. Ja, en dan een eagle op 7 is een bonus. Ik bedoel, die put die valt erin van een meter of 10, 12, denk ik. Voor hetzelfde geld blijft hij eruit en dan maak je een birdie. Maar ja, dat zijn van die bonus puts die moet je af en toe hebben. En ja, dat is lekker om ze vandaag mee te pakken. Ben jij niet apetrots? Bevestig je niet iets nog aan jezelf wat je misschien al wel wist, maar wat je nog altijd even moet doen? Nou ja, bevestig. Ik weet wat ik kan en dat heb ik vorig jaar laten zien. En het is fijn om dit jaar gewoon weer gelijk een goede start te hebben. Maar het is pas dag 1. We moeten nog 3 dagen. Maar goed, wat ik zeg, het is fijn om zo te openen. Liever deze score dan andersom natuurlijk. Maar ik denk dat het belangrijk is om geduldig te blijven en rustig te blijven. En niet op de zaken vooruit te lopen. Ja, er was nog een incident met Zanotti. Het heeft lang geduurd. Ik denk dat iedereen heel erg geschrokken is. Hoe was dat met jou? Ja, nee, je schrikt altijd. En ik hoorde hem schreeuwen toen wij op de 18e stonden. Wij wisten op dat moment niet dat het een speler was. En ja, dan wordt het spel stilgelegd en dan hoor je het verhaal. En ja, dat is nooit fijn om te horen. Gelukkig hoorden we daarna ook toen we weer aan het spelen waren dat het gelukkig goed met hem ging. En dat hij weer in het hotel was om te herstellen. En hopelijk staat hij weer snel op de golfbaan. Ik denk dat ik jou mag bedanken voor een mooie dag. Nou, goed om te horen. Dank je. Ja.